En dan nu het derde deel van ons bezoek aan Madurodam. Deze keer spraken we met een van de technici van het kleine stadje Madurodam. Met 11 mensen op de afdeling. Wij doen het onderhoud van treinen doen we, maar we laten ook het park helemaal draaien. 'S Ochtends sturen we de trein naar buiten om een uur of 9 als het publiek nog net binnenkomt. En dan starten we het park op. Alles wat beweegt moet gewoon draaien, moet goed draaien. Baantjes worden eventueel schoongemaakt. Waar autootjes rijden, van alles eigenlijk, als het maar beweegt en draait in het park. En de een heeft de taak om de treinen te reviseren, dat wil zeggen nieuwe wielen erop, nieuwe motoren erin. Maar de ander is ook weer met nieuwbouw bezig, dus nieuwe projecten die eraan komen. Bijvoorbeeld de afgelopen keer hebben we een Marsfabriek hebben gemaakt en nu komt er weer een ander project aan. Daar is hij dus eigenlijk de hele dag mee bezig om dat uit te voeren, te ontwerpen en ook te maken. Allemaal van materialen, kunststof, messing en roestvrij staal. We hebben een aantal oude systemen. We hebben oude systemen, dat werken nog auto's bijvoorbeeld die op een ketting rijden. Daar zetten we gewoon de hoofdmotor uit, maar we hebben ook nieuwe systemen. Dat werkt met een elektrische lus, die ligt onder het wegdek en... Daar loopt stroom doorheen, ontstaat een magnetisch veld en onder de auto zit een heel klein spoeltje die dat oppikt. En zo rijdt hij eigenlijk langs dat magnetisch veld, rijdt hij zo'n rondje. De vliegtuigen momenteel die rijden nog steeds op ketting, maar die willen we in de toekomst ook allemaal op zo'n elektrische lus laten gaan rijden. De ketting heeft veel onderhoud nodig, dus dat is niet meer haalbaar deze dagen. Trammetjes rijden er in het park en zijlijntjes, bijvoorbeeld stoomlocomotiefjes rijden er in het park. Van alles eigenlijk. En bruggen. We hebben bruggen die ook met de hand of met elektrisch open gaan eigenlijk. Waar de boten doorheen varen. Van allerlei soorten bruggen hebben. We hebben ook sluizen hebben we. En die gaan allemaal automatisch met de computer gaan die open en neer. En af en toe vervangen we dat, want omdat het bijvoorbeeld van de sluizen. Die staan nog steeds in het echt, maar die moeten op de duur ook vervangen worden, want die hebben zoveel onderhoud nodig. Ze hebben nieuwe technieken ingebouwd en over volgend jaar of zo gaan we die sluizen inbouwen. Tegenwoordig zijn de luchtcilinders zo mooi gemaakt, die kun je zo mooi regelen, dat je zelfs bruggen en sluizen kan ophalen eigenlijk met lucht. En dus niet meer met de elektromotoren, met kettingen, dat gaat er allemaal uit. Dat is heel veel slijtage en onderhoud nodig, dus gaan we lucht gebruiken.